Hoi allemaal en welkom bij mijn tweede car mukbang. Mijn eerste car mukbang was eigenlijk zo'n succes. Ik vond het zo leuk en jullie ook dat ik dacht ik ga dit vaker doen. Maar als het kan, waar mogelijk met andere YouTubers. En heel erg snel en spontaan heb ik afgesproken met een heel erg leuk iemand die ik nooit heb ontmoet. Maar ik denk dat het hartstikke gezellig gaat zijn. Zij mag beslissen wat we gaan eten. Ik ga nu richting Amsterdam. Ik ben nu gewoon thuis en ik ga erheen rijden. Ik heb mijn camera zodat we lekker met z'n tweeën kunnen gaan eten en kletsen voor jullie. Dus doe vast je duimpje omhoog als je er zin in hebt. En binnen enkele seconden ga je zien wie er bij mij in de auto gaat stappen. Veel plezier! Nou, volgens mij ben ik er, maar ze is bij een vriendin in Amsterdam. Dus ze weet zelf ook niet echt precies waar het is, geloof ik. Maar we gaan elk moment zien en ik heb er zin in. Waar is ze? Joehoe! Hallo? Hey. Hey, ik heb die net even gezien. Zie ik jou? Ja, ja. Ik ja, ik riep je. Oh, ik heb jou totaal niet gehoord. Maar oké, okay, kom eraan. Oké. Okay. Bye. Doei. Gezellig. Dag. Hallo. Oh my god, oh my god. Oh, ik heb de camera al aanstaan. Hier is mijn gast, jongens. Hey. Laat me je knuffel geven. Hey. Hello. Oh my god. Ik vind het altijd zo grappig om YouTubers die ik nog nooit heb ontmoet, te ontmoeten in het echt. Bij jou vind ik het niet raar, omdat jij zo, zeg maar, open bent of zo. I guess. I don't know. Oh, kijk nou. En straks ga ik nog even naar achter. Wat leuk. Ja, leuk, ik vind het heel leuk. Waar heb je die vandaan? H&M. Maar ik heb net zelf dit eraf geknipt, want er hingen van die slierten aan. Maar nu is het heel lelijk. Ja, het was heel lelijk. Dat dit maar van H&M is. Waar wil jij eten halen? Nou, ik... Zit je lekker? Oh, ik wil je weet, tas achter? Nee, hij kan niet liggen. Okay. Ik weet dat je heel erg van sushi houdt. Ja. Heel erg van sushi houdt. Maar ik heb al de hele dag zin in kip. En wel KFC. Oh nee, daar zit serieus een KFC. En een het is echt heel dichtbij. Ja? Oh my god. Nou, waarom ga... Is daar een drive-in? Weet je dat? Ik zie... Geen idee. Ik hoop het dus dat daar... Anders hadden we het gewoon... Ja, anders moet ze er gewoon uit. Waarom ook heen? Yes! Vertrouw je mij? Ja, ja, ik... Weet je wat echt grappig is? Ik heb ook... die ken je denk ik wel. Hoe is ze nou? Ik vergeet gewoon haar naam. Ik vergeet gewoon helemaal haar naam. Ze met heel veel krullen. Lagessa Bruin. Ken je die? Ja, ja. Van Christina ook. Ja, dus ik zou een collab doen met haar. En IJsland, ik ben ook gewoon randomly bij haar in de auto gestopt. Misschien ben ik wel gewoon een serial killer. Ja, zo zie je eruit. Oh ja, doe maar achter hoor. Kommallen. De achterbank ligt helemaal vol, maar ik heb het zo gedaan dat je het nauwelijks ziet. Oké, ik moet hier. Links. Ja, ga je net even voor mij. Oh. Zo brutaal. Oeh. Beetje mooie auto. Rad orange. Moet ik eigenlijk hier links of het volgende? Schat, ik weet niks van niks. Oh. Gewoon niks. Ik weet het niet. Daar ga ik zo. Op je verjaardag kan je daar gratis eten. Dat doe ik altijd. Nee, daar bij die sizzling mok. Kun je er helemaal gratis? Ja. Super chill, dat doe ik altijd met mijn vriend. Maar alleen jij of je vriend ook? Nee, eentje. Dus één van ons. Oh my god. Ik stink trouwens uit mijn mond, want ik heb nog niet ontbeten. It's all good. It's all good. Ik ga kip halen. Je zet ook echt de camera aan. Oh, je mag een kip halen. Yay! Okay. Ik heb echt geen idee wat ik ga eten. Want beter halen we gewoon één grote... Ja, maar moet je dan echt kluiven zo aan de botten? Oh, je kan ook een boneless halen. Dat is een aardbeienvlek, heb ik al mijn hele leven. Oh, ik dacht, oh ja, zuigzoen. Dat zei je een keer in een video ook, of niet? Ja, iedereen denkt dat het zuigzoen is, dus maakt me niet Maar je had ook wel een keer zuigzoen, of ging dat ook over dit? Het gaat altijd over dit. Oh. Ik was wel bij je. Als mijn vriend ook maar een beetje te erg aan, ben ik, nee! Ik wil niet een zuigzoen! Ik wil er niet nog één. Terwijl ik er gewoon eentje heb sinds the beginning of time. Ja, maar we kunnen ook een boneless pakken doen, want dan hoef je inderdaad niet te kluiven. Ja. Want waar laat je ook die botjes hier? Eww, heel nasty. Dat is toch al best wel nasty. Oké. Moet straks ook een thumbnail opnemen. Oh, ja, onze ogen beide. Plaatsen. Oh, dan gaan we dat doen. Oh ja, dan kan je even iets leuks vragen. Ja, ik wil vragen of mensen wat van jou willen. Oh, waar is trouwens mijn telefoon? Deze intro is al zo lang. Echt te ver, is raar. Nee, zie je, dit is lijkt goed. Het gelijk. Nu is het goed. Hoe kan dat? Ik zit echt... Nu voelt het juist alsof ik weer vooraan zit. Ja, okay. Jongens, we hebben de kip gehaald. Yes. Hey! Oké, ik ga heel even kijken. Het duurde ongeveer een uur voordat ik had gekozen. Nou, het viel mee. Dus ik zei gewoon, je moet gaan. Hoe gaan we dit allemaal doen? Ik weet het niet. We hebben zoveel. Ik heb ook geen houder. Dit is mijn patat. Heb ik ook saus? Ja, jij hebt barbecue saus. Dit is echt moeilijk. Dit wordt heel lastig.
Ik dacht dat sushi lastig was. Even een slokje. Hier hebben we mijn patat. Mijn is het voller. Maar we hebben groot. Wat hebben we? Ik heb een boneless. Dat klinkt zo smerig. Boneless is niet smerig. Boneless is lekker. Mayonaise hebben we. Boneloos. Boneloos. Botloos bedoel ik. Even kijken hoor. Welke is dit? Deze is van mij, denk ik. Ik heb een hot wings menu. Ja. Kijk eens er even in. Ziet het er een beetje... Oh ja, je moet nog wel zout over je... Oh nee, dit is helemaal geen zout. Zout? Zelf zout over. Sponsor! Sponsored! Is dit alles? Zo weinig. Het is heel weinig, maar we hebben wel alles large. Dit is oh, large. We moeten even een thumbnail nee, maken. Nee, want we doen lekker vies eten in het thumbnail, denk ik. Eeuw, je nasty! Maar wat hebben we? Ik heb kip. Het ziet er echt niet lekker uit. Ik ben de zeiker. Oké, ik heb dit. Ik heb een boneless menu groot. Wat kost dat? Vinden mensen interessant? €6,95 denk ik. Zoiets. En ik heb hot wings. Kijken? Volgens mij is dat echt heel lekker. Laat je zien jouw kip. Je waarom ziet jouw kip er dan vies uit? Dat is helemaal niet waar. Laat het zien dan. Het ziet eruit alsof het nog gebakken moet worden. Helemaal niet. Oké, en we hebben patatjes en een barbecue saus en twee mayo's. Twee mayo. Ik weet niet waar mijn mayo is. Oh, die heb jij. Ieder één. Ja, mayo voor mij, mayo voor jou. Ja, ik dacht al. Amazing, ik wil dit nu al eten. Ja, ik ook, maar ik moet nog steeds kijk hoe schattig klein deze is. Plaats die foto! Ja, oké, wacht even. Maar... Ze wil dus een foto plaatsen waarin ze jullie vragen aan ons kunnen stellen. Alleen ze plaatst die foto niet. We zijn al begonnen met de mukbang. Dus dat gaat niet werken. Mukbang. Oh ja, is het mukbang of mukbang? Ik weet het allemaal niet meer. Ik weet het, ja, ik weet het niet. Soms dan hoor ik ook Engelse mensen die zeggen mukbang. En dan denk ik, oh, dus mukbang. En dan... Opeens andere Engelse mensen die zeggen opeens mukbang. Ja. Dan ben ik, mag ik nou al beginnen met eten of moet ik eerst een foto plaatsen? Ik snap het niet meer. We eten al. Het is al te laat. We zitten zo ver. Zo moet het. Oké, jongens, ik plaats even de foto. Kijk maar even naar Lotte die eet. Oh, ik geniet. Intens. Naar Lola. Kijk maar even naar Lola. Lola. Oké. Is het lekker? Ja, man. Is het niet super stom dat ik nu op de telefoon zit? Live. Bijna klaar. Dat ben ik zo in mijn eentje nog aan het eten. Waarschijnlijk. Oké. Okay. Zo? Leuk. Schattig. Ja? Ja. Oké. Okay. Zij is zo makkelijk. Ze zegt eerst, ik vind die foto leuk. En daarna, zet het er maar gewoon op. Ik vind het allemaal prima. Gewoon gaan. Gaan met die banaan. Oké. Okay. Weet je wat ook naar is? Zeggen. Oh, wacht. Weet je wat we doen? Die KFC-tas in het midden. En daar gooien we al onze zooi in. Oh, maar dat gaat kraken. Nee. Oh, nope. Terug. Oké, okay, wat gaan we doen? Titel. Oh, titel van de Insta-post. Stel ons vragen nu. Mijn eerste... Zojuist mijn eerste gast opgehaald. Te veel tekst, man. Gewoon. Nee. Tak, tak, tak. Stel vragen. Nee. Zojuist mijn eerste gast opgehaald voor... Een car mukbang. Drop je vragen? Dat klinkt niet echt als mezelf. Drop je vragen. Je gaat meteen anders praten wanneer je met mij bent. Ja. Maar ik heb gewoon heel veel persoonlijkheden. Nee. Maar ik spiegel heel erg bij mensen hoor. Maar ik ben zeg maar ook een beetje zoals jij bent. Maar ik ben ook, stel dat ik nu een heel bekakt iemand naast me had, dan word ik weer een beetje bekakt. Same. Maar dat is zeg maar ook mijn innerlijk. Heel erg same. Ja. Drop het is niet dat je niet jezelf bent, maar het is dat like, ja, maar dat is niet schiet. Je kan je gewoon aanpassen aan mensen. Same. Precies. Ik snap je heel goed. Ja. Maar wel alleen als ik mensen aardig vind. Dat heb ik echt. Want ik ben niet... Chris kan dat volgens mij weer heel goed, dat zei ze ook. Die kan zich heel goed aanpassen. Ik moet het wel... Ik kan niet bij iedereen. Ik moet het wel willen. Ja. Als ik iemand niet leuk vind, dan ga ik me ook niet aanpassen aan diegene. Want ik wil niet zijn zoals diegene, I guess. Oké, okay. Foto staat erop. Alleen het punt is dat ik niet heel snel heel veel... Hallo? Nou, het zal wel reacties krijgen. Oké, okay. Voedsel. Woehoe. Is het lekker? Ik hou hier echt heel erg van. Ja? Zullen we erin ruilen straks? Of hou jij deze pittig? Niet? Ja. Oké, okay, dan gaan we dat doen. Hou je van ruilen of is dat niet je ding? Ik hou niet van ruilen, maar ik doe het wel. Oké, okay, ik leg nu dit sausje hier. Ik zet dit alvast bij jou. Oké, okay, wil je vast een van mij? Ik weet niet of KFC oh, deze jou... is echt gierig als ik die geef. Deze ook. Meid. Ja, alsjeblieft. Thanks. Ik weet niet of KFC dat jouw ding is. Oh. Die had ik voor me gehouden. Ik weet niet of KFC jouw nee, ding is. Nee, ik denk is. Het niet eigenlijk. Want KFC is heel erg mijn ding, maar het komt ook misschien omdat ik in... Ja, maar jij bent gast. Okay. True. Dan moet je moet er een serie van maken. Ja. En altijd je gast laten kiezen. Ja. Dat is leuk. Anders wordt het altijd sushi. Maar echt. Ja. Als ik car mukbang zou doen, zou het alleen maar KFC zijn. Ja. Wie wil dat zien? Maar niemand. Dat is ook wel leuk, want ik zou dit nooit zelf halen. Maar dat is wel leuk voor de afwisseling.
Ik maak een rommel in je rommelige auto. Ja, dat maakt niet uit. Het is best lekker. Mm-hmm. Right? Ja. Het is goed te doen. Het is echt wel lekker. Moet ook wel als het zo bekend is. Right? Hiernaast zat een... hallo. Een hotel. En het is heel lelijk. Ja. Oh, en het is heel erg lelijk. Diep het eruit. Bij hoeveel mensen heb je dat? Dat moet je bij Chris volgens mij ook. Ik moet van mezelf ook, ik bliep het er ook zelf uit. Ik let er heel erg op, maar ik scheld gewoon in het dagelijks leven zoveel. Ja, maar ik vind het lastig, want echt schelden of... Sommige woorden, wat zoals wat jij net zegt, dat zijn gewoon woorden die heel veel mensen gebruiken. Ja. Die gebruik ik maar ook wel. Maar is het netjes? Nee. Niet op het internet. Het is lastig. Mm-hmm. Ik vind het lastig hoor. Ja. Zo, ik meen dat dit trouwens best wel veel eten. Ik dacht dat het weinig was. Maar het is echt wel veel, zoveel kip. Ja, het is lekker gek. Ah. I love KFC. Ja, de ramen beslaan. Vorige keer had ik gezegd... Oh, sorry. Pardon. Ik praat altijd met mijn mond vol. Nou, maar, ik ook. Maar dat is niet jouw. Ik bijna. Weet ik niet. Oh. Nee. Blieft in een bak, ik praat altijd met mijn mond vol. Dat boeit me niet eens meer. Maar ik kan het heel goed zeg maar in mijn wang verstoppen en dan praten. Oh my god. Oké, schrijf heel even iets op het raam. In mijn vorige video had ik gezegd, we moesten ze commenten of ze konden lezen wat er in het raam op het raam. Oh, vond, maar ik heb vieze maar netten. Maar het is lekker. Oké. Okay. Ze hebben geen servetjes. Maar het is, het is een spiegelbeeld. Weet ik niet. Ja. Oh, wel. Vorige keer konden mensen het dus lezen bij mij. Dit wordt gewoon een nieuwe traditie. Done. Oké. Okay. Ja. Ja, goeie. Hele goeie. Hele goeie. Diepzinnig. Ik ga die van jou eten nu. Oké. Okay. Maar wat is er... Ik wil een thumbnail maken toch? Ja, hè? Maar hoe? Oh, dit is jouw. Wat de hel? Hier zit zoveel kruiden op. Ja? Pittig? Ja, een beetje. Nou, niet pittig, maar kruiden als in andere kruiden. Hoe doen we dit? Maar ik ben er gewoon niet zo goed in. Ja, maar wel dat jij we draait eten. Dit nu, jij draait dit om. Oh, oké. Okay. Want anders is er te veel gaande in het midden. Te veel gaande, dat zeg je altijd, hè? Ja. Even twee patatten in mijn mond, zo. Nee. Of wel. Ja, zo. En doe het gewoon in je mond, of zo. Mm. Dit is ook lekker. Ja, lekkerder dan jou, denk ik. Vind je? Mm. Ja. Heb jij lippenstift op? Oh, nee, dat wilde ik nog doen. Nee, je wilde niet eten met lippenstift, honey. Jawel, matte. Oh, honey. Ik wilde zo graag nog lippenstift doen. Honey. Ik ga het nu doen aan het einde van bijna het einde. Dit gaat fout. Nee. Ik had dus net thuis helemaal een lipstick gevonden die ik op wilde doen. Want vorige keer had ik ook een lipstick op en dat vond ik echt leuk staan. Maar het is wel vettig. Jij hebt ook lipstick op? Ja. Oké, komt ie. Oh, die van jou is wel pittig. Ik zei toch, hou je van pittig? Ja of nee? Ja, wel, maar... Ah. Oh, kijk, liever Nick. We hebben al 7 reacties. Oh, lees even. De reacties dus op de foto die Charlotte net heeft geplaatst. Ja. Oh, je ziet deze lipstick toch wel in. Oh my god, zo leuk dit. Wie wil je zegt dat? Laura. Van Poelgeest. Oh. Wil je me volgen? Oh, hoe gelukkig... Horen. Ja, live. Hoe gelukkig ben je nu op dit moment? Op schaal van 1 tot 10. Omdat ik met jou ben? Oh, jij? Nee, gewoon over het algemeen. Wij allebei. Maar dat is naar jou? Nee, dit is naar beiden. Oh. Naar jullie. Had ik niet gezegd, ga vragen voor Lotte. Oh. Wat heb ik gezegd? Je hebt gezegd, drop je vragen. Ja, voor mij. Maar dat maakt niet uit. Okay. Ik wil het ook van jou weten. Hoe gelukkig ben je? Nu? Ja. Met het eten? In het leven. Oh. Ik vind altijd een hele moeilijke vraag. Zo'n stomme vraag. Ik praat ook weer over mijn werk dan en zo, weet je? Want ik heb heel lang, van mijn 10e tot mijn 18e bij, heb ik therapie gehad en dat soort dingen. En dan moest ik ook elke week aangeven hoe blij ik was. En dan had ik altijd zoiets van, ja leuk, maar nu ben ik misschien blij. Alleen dan over een week voel ik, dan over 3 minuten voel ik me weer naar. Ik vind dat geen goede vraag, want dat laat je nadenken. Op een manier van, eigenlijk ben je wel happy. En dan ga je nadenken, oh ja, maar dit, misschien ben ik dus al niet gelukkig. Omdat, weet je wel? Ik vind dat geen leuke vraag, sorry. Oh. Hoe oud zijn jullie? Hoe oud ben jij? Ik weet, dit is niet nep. Ik weet echt even niet of ik 23 of 24 ben. 24. Wat? Waarom weet je dat niet? Oh. Waarom weet je dat niet? Ja, weet ik niet. Dit is raar. Nee, het is echt zo. Ik doe niet nep. Ik zweer het je. Ja, ik snap het. Maar het is wel gek. Ja, maar ik weet je hoe ik wist hoe oud ik was? Omdat mijn vriend zei, ik word 26. En dan ben ik dus, word ik dus 25. Vier je nooit je verjaardag? Jawel. Altijd. Ja. Anyways, ik ben over...
kort. Over 31ste ben ik 21. 21? 21. Ik ben 20. Wow. I'm such a baby. Waarschijnlijk dacht iedereen dat jij ouder was. Nou, je hebt wel ook een jong gezichtje. Vooral helemaal met dit haar. Foto. Met dit haar al helemaal. Op onze foto. Ja, dat lijkt een klein jongetje op die foto. Daar ben je mijn zoon. My lord. Wat wouden jullie worden toen je een klein kind was? Je hebt uit beeld. Wat wouden jullie worden toen je een klein kind was? Juf. Ja, wou je dat altijd al? Maar ik wilde heel veel worden. Als kleinkind juf en moeder. Gewoon altijd moeder. Ja, moeder. Jij wil dat ook, hè? Ik wou moeder, prinses en bakker. Prinses? Toen ik heel jong was. Ja, heel jong. Maar ik wilde, daarna wilde ik journalist worden. Oeh. Presentatrice. Actrice. Psycholoog. En misschien nog iets met psychologie en drama of zo. Like it. Ja. Jij? Ook toen ik heel klein was, moeder, prinses, bakker worden. Toen later wou ik advocaat worden. Mm. Dat zou je wel goed, denk ik. Ja, alleen ik ben niet goed in school. Oh, nee. Dus daar zou ik het gewoon... Heb daar jij zou niet ook nakken. ADD? Ja. Heb je ADD? Ja. Ik ook. Zullen we een high five? Heftig. Eeuw. Dit komt van jouw hand. Godver. Jij wou het. Nee, ja, maar ook echt best wel heftig. Ik had echt een hele heftige medicatie. Gewoon heel meteen. Nu niet meer? Nu niet meer. Ik ben ermee gestopt. Ik ook niet meer, want ik heb nu niet nodig. Maar daarna wou ik... Ik wou eigenlijk altijd beroemd worden. Dat was gewoon de main thing. Ja, ik wou beroemd worden. Punt. Ja. Sowieso. Ik wilde dat ook. Nu? Weet niet. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik leg er minder waarde aan. Ja, beroemd is denk ik ook nu een soort van anders dan vroeger. Dat mensen nu sneller bekend worden. Ja. Vroeger werd je beroemd echt dankzij iemand. En nu kan je het gewoon een soort van zelf doen. Ik bedoel, als je kijkt hoeveel volgers jij nu hebt die echt wel fan zijn. Ja. Kun je ook al zien, ben je ook een soort van beroemd. Ja, ik ben op een kleine schaal beroemd. Ja. Vind ik ook. Ik denk dat meer mensen weten wie ik ben dan de gemiddelde... Voetballer? Nederlander. voetballer. En we hebben geen servetjes? Ja, weet ik niet. Wel. We moeten in die zak zitten. Yes. Nou, leg het even hier binnen. Jij krijgt er één en ik krijg er drie. Nee. Pastuur. Gastuk. Iemand vraagt wat is het raarste eten wat je ooit hebt geproefd? Oh. Ik moet even één ding zeggen. Dat is dat ik echt geen geheugen heb. Dat is heel jammer. Bepaalde dingen herinner ik me heel goed. Maar wat is het leukste dat je ooit, dat weet ik nooit. Ik weet dat gewoon niet. Mijn beste vrienden helpen mij ook vaak herinneren aan dingen. Oh, maar je bent echt vergeetachtig is. Ja. Ja, ja. Oh. Ja. Oh, wat apart. Gek. Eng. Ja, bepaalde dingen herinner ik me heel goed. Andere weer niet. Lijkt me eng. Ja. Maar misschien wel eigenlijk. Bij mij was het in ieder geval haggis. Wat? Haggis. Wat is dat? Ook een of andere delicatessen in Schotland. Mijn voorouders komen uit Schotland. En het is van schapenbuik en lever en maag en alles bij elkaar gehusseld in een burger. Ja, ik zou dat niet kunnen eten. Welke soort pasta is het lekkerst? Ik vind spaghetti het beste ooit. Ja, maar wat voor saus? Oh, nou, als ik zeg maar ziek ben, is pasta met verse pesto echt mijn lievelingseten. Vind je het ook lekker? Heel lekker. Toen ik mijn blinde darmontsteking had, toen was ik zo ziek en toen maakte mijn moeder dat voor me. En ik denk daardoor dat het een soort van goede herinneringen is of zo. Mm-hmm. Aan dat. Ik weet niet. Bij mij is het, dat eet ik de laatste tijd alleen maar. Een soort roomsaus met champignons. Oh nee, dat vind ik echt niet. Oh, love it. Ja, heel soms. Zoals Ruben, mijn vriend, die eet dan heel graag carbonara. Ja, snap ik wel. Ja? Ik niet. Trouwens, voor iedereen die aan het kijken is, die echt een heftige kipeter is, het spijt me dat ik echt alles als Tata's Be-like kip gegeten en dan gewoon zo? De helft zit er nog aan. Ja? Ja, nee, niet de helft. Kijk, ik heb het sommige zijn gedaan. Zo. Ja. Maar sommige zijn ook. Maar eten mensen zo. Ook de botten op dan? Sommige mensen eten de botten op. Maar dat gebeurt niet echt Honden. In Nederland. Honden. Maar, ja, als ik iets gewoon nasty eruit vind zien, dan eet ik het gewoon niet. Nee, gewoon niet. Oh. Ik ben benieuwd trouwens wie van jullie wel eens bij de KFC eet. Ik dus nooit. Echt nooit. Volgens mij zijn er echt mensen die dat heel vaak doen of helemaal niet. Je doet het of vaak of niet. Niet zoals de Mackie heel zo soms, weet je. Ik vind Mackie sowieso... Ik heb hier lipstick. Ik heb overal ik lipstick. Weet niet al oh, honey. Heel weg? De video. Nee, het is niet weg. Je moet even met die vette spuug doen. You nasty girl. Met je vette spuug. Dat is echt heel vies dat je dat zei. Zo smerig.
Is het weg? Nee. Wat de hel? Doe met je vette spiegel. Ik doe het niet met mijn vette spiegel. Een mooie spiegel, hè? Zo mooi. Oh, ik heb daar ook een puist. En nu is die heel erg te zien. Ik heb wel een foundation bij me. Moet je dat? Waar? Hier. Ja, geef het. Okay. Als ik toch in de buurt ben. Mijn hele make-up tas had ik mee, want ik dacht, misschien val ik weg met mijn hoofd. Nee, je ziet er goed uit. Ja, maar ik heb dus voor mijn doen nu veel poeder op. Maar heb ik nu veel poeder op? Zie je voor mijn doen niet. Wat zoek ik? Foundation. Foundation. Footloose. Ik heb een goede. Dun, dun. Dun, 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 dun. Hier. Dit. Zo, hallo. Doe maar duur. Gekregen. Oh ja, beautyblogger. Die is be like. Ik denk dat hij wel goed is. Ik weet het sowieso wel zeker. Ja? Wie heeft er ook zo'n grote make-up tas? Ik. Nee, ik niet. Nee? Jawel. Meestal zit alles in wat ik ooit gebruik. Frietsaus. Ik heb mijn frietsaus. Jij hebt je ook je frietsaus niet? Nee. Ben je nog niet begonnen eraan? Nee, eigenlijk niet echt. Oh, ben jij iemand die eerst het een heeft en dan het ander? Ja, best wel. Oh. En dan probeer ik het tussendoor te doen. Oh, godver. Oh, jij bent er zo een. Je nasty girl. Ik heb alweer te veel foundation gepakt. My life. Je hebt zo vet. Oh, hij is wel lekker, saus. Hij is heel warm. Warm? Dat is heel lekker. Godverdomme. Warme mayonaise. Proef het eens met je friet. Hij is echt warm. Proef mijne. Mijn is lekkerder. Waarom? My sauce. Hij is warm. Wat raar. Je proeft daardoor echt ei. You nasty girl. Ik vind het ook leuk. Charlotte en ik kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Wij kennen elkaar echt niet. Gewoon echt ik volg jou sinds een maand ongeveer. Gewoon nul. Ik zei zeg maar, ik reageerde onder jouw foto's omdat ik je bij Christina heel leuk vond. Toen zei jij ineens, hey, hoor ik jou niet te kennen of zo van Christina of zoiets. Of kennen, jij bent toch... Dat is ook echt mijn manier van gewoon, hey, hoor ik jou niet te kennen of wat? Nee, we gingen gewoon meteen, oké. Okay. Is goed. Chill. Oh, grappig. Ja, waarom niet? Warm? Ik vind het toch niet zo lekker warm. Nee, hu. Nee. Oh, ik heb nog één mega kip en één mini kip. Laat even in de reacties weten welke ik eerst moet eten. Groot, altijd groot. Nee. Nee, eerst moet klein. Ja. Maar ik heb nog maar heel weinig zout. Zout. We zitten echt best wel... We eten best dicht bij elkaar, maar het lijkt heel ver. Ja. Het voelt toch... Eet je ooit zo dicht met iemand? Ja. Oh. Romantisch. Ja. Met kaarslicht en zo. Oh nee, daar ben ik niet van. Nee, ben je niet van de romantiek? Nou, niet van dichtbij eten en pasta voeren en zo. En dan kusjes geven. Nope. Nee, ik ook niet, maar... Nee. Nou... Girl! Nee, I don't know. Hoe ben je dan wel van de romantiek? Misschien ben ik eigenlijk niet zo romantisch. Oh. Girl. Ja. Ik ben gewoon iemand die in de supermarkt is en dan eten voor iemand meeneemt. Maar weet je, als iemand het voor mij doet, vind ik het super chill. Een beetje een oliebollenkraam ziet en denkt, oh, dat vindt hij heel lekker, ik haal die met pudding. Girl, you're a good friend. Mooi voorbeeld. Ja. Echt toppunt van liefde. Met pudding. Ik ga stuk. Oh. Het wordt echt... De ramen zijn trouwens super beslagen, dus dan hoort het toch daardoor heel donker te zijn. Het lijkt echt gewoon alsof we hier aan het dood zijn gaan. Alsof we hier al jaren zitten met onze kip. Even de ruitenwissers. Huh? Huh? Wow, dat ging moeilijk. Ik ga mezelf de hele video... Nou, dat hielp niks. Ik begin medicht te worden. Dat is goed. We hebben nog vragen. Ik ga mezelf, als ik er terugkijk, de hele video haten om hoe ik aan het eten ben. Oh ja, maar het liefst knip ik eruit, maar ik ga alles. Nu gewoon weinig knippen. Nee, je moet nooit knippen. Oh, okay. Mensen worden boos als je knipt in mukbangs. Met mij? Nee, echt, mensen zijn boos op mij geworden. Nee, maar weet je wat ik laatst had? Ik had twee eten eruit geknipt bij mijn car mukbang. Want ik had zeg maar... Ik nam sushi en de rijst viel uit mijn mond. En daarna zat het nog op mijn lip en dat viel er ook af. En dat viel op mijn andere sushi. Dat is gewoon zo vies. Dat moest er gewoon uit. Nou, ik vind die heel vies. En zo zag je al die rijst. Zo. Okay, dat is vies, maar ja. Als het valt uit... Oké, bol. Boeren. Dat ga je eruit. Nee, maar echt gewoon zo. En het viel er allemaal af. Ik vond het vies. Blijf. Of bijvoorbeeld dat ik dan at en dan zag je zo het eten en daarna zag je zo'n onderkin. Dat vind ik ook niet zo fijn. Je denkt wel veel na hoor. Ja. Maar nu totaal niet. Ik denk echt niet zoveel na. Oh, Christina is jaloers.
Wat zag ze? Oh my god, ik ben zo jaloers. Even kijken hoor. Ik wil ook oppikken, maar zo is zo ver. Wat is je favoriete hartige snack? Sushi. Of is dat geen snack? Kan. Dat is geen snack. Nee, dat kan. Oké. Ik kan geen vraag beantwoorden. Ik weet ik ben gewoon ook echt niet. Een. Ik snap gewoon dingen niet of zo. Oké, okay. Liever arm en lelijk? Oh. Liever lelijk of mooi en arm? Mooi en arm, denk ik. Ja, maar kijk, als je. Ik vind het heel belangrijk dat ik me goed voel. Vind je Khloe Kardashian lelijk? Ik weet niet hoe zij eruit ziet. Zij was lelijk, maar ze heeft zoveel geld dat ze zichzelf mooi heeft gemaakt. Ja. Ja, maar. Ik vind geld, zeg maar, daar ben ik eerlijk over, best belangrijk. Ik vind het heerlijk om wel te werken, maar dan... Als mensen zeggen, geld maakt niet gelukkig. Nee, maar het maakt het ook niet. Kijk, als je een familie hebt, je bent gelukkig en je hebt zo, geld. Zo, je schreeuwt. Ja, sorry, ik word er echt boos van. Van die mensen, je hebt geen geld nodig. Zo in de video hoor je echt van mij zeggen. Nee. Ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja. Maar, zeg maar dat je werkt en dat je en die fijne kleine geluksmomentjes, dat je bijvoorbeeld iets bestelt... Dan kom binnen, dan ben je heel even heel blij, maar dat is ook fijn. Of dat je op vakantie gaat, dat is ook heel fijn. Het kost toch geld. Right. Toch? I get it. Door wie heb je voor het eerst... Nee, ik wou nog verder gaan op de vraag. Oh, ja, kijk. Honey. Ik vind dus geld belangrijk. Maar ik vind het ook heel belangrijk... Als ik zeg maar in de spiegel kijk en ik ben niet tevreden... Ben ik de hele dag een beetje down. Heel stom. Heel stom, ik ook hoor. Dus ja. Menselijk. Terwijl zelfs als ik bijvoorbeeld aan ben gekomen of zo... En ik kijk, maar ik vind mezelf er nog goed uitzien. Dat boeit niet, maar... Ja, soms vind je jezelf er gewoon niet mooi uitzien en dan ben ik gewoon minder vrolijk. Ja, snap ik. Dus daarom. Ik weet niet wat ik belangrijk vind. Welke kies jij nou? Nou, maar kijk, als je mooi en arm bent, dan kan je nog hard werken en dan word je dus nog rijk. Hey! Maar als je arm en rijk bent, of lelijk en rijk, dan kan je nog jezelf laten verbouwen. Dus dan word je alsnog mooi. Eigenlijk maakt niet uit wat er gebeurt, we fixen het wel. The big chicken. Maakt niet uit. Dat is toch een beetje sushi. I love it hoe je gewoon heel de tijd zegt boeien. Ja. Oké, door wie heb jij voor het eerst sushi gegeten? Door mezelf. Door mijn vader, denk ik. Door mijn vader. Door mijn vader. Waar kom jij nou vandaan? Wil je het hele verhaal weten? Meid, we zitten er nu toch? Nou kijk, ik ben zeg maar geboren in Amstelveen. Toen heel snel gingen we naar Weesp. Toen in groep 2 ging ik naar Baarn. Toen na groep 8 ging ik weer terug naar Weesp. Oké. Okay. En toen, na mijn middelbaar... Nee, na sinds 2 jaar zijn mijn ouders weer terug naar Baarn. Why? Oh, gewoon voor de fun of it. Ja, weet ik eigenlijk niet precies. Heen en weer, heen en weer. Meid, wat een gedoe. Ja? Nou. Ik vind verhuizen dus echt niet erg. Ik verhuis het liefst denk ik elke 2 jaar omdat ik gewoon heel erg hou van verandering. Heb jij dat ook? Dat is ook ADD. Nou. Denk ik. Ik ben nog nooit verhuisd, maar ik ben ook 20. Dus ik woon altijd al bij mijn ouders. Maar ik ga naar China verhuizen. Ja. Omdat ik van verandering hou. Ja. Dus je moet of mensen gooien een hele interieur om. Maar ik vind het ook wel chill om gewoon te verhuizen. Ik weet niet. Snap ik al. Ja. Als kind vond ik het ook echt niet erg. Maar waarom vroegen we dit? Wat was de vraag? Wie als eerste je sushi heeft gegeten? Niet. Maar jij zei mijn vader. Oh. En toen dacht ik, wat is dit voor dialect? Ja, want ik eet echt al, vind ik altijd heel cool om te zeggen. Maar ik eet al solo sushi. High Het is nu een hit, maar ik was de eerste hoor, dames. Dat was vroeg. Iemand vraagt, oh mijn god, hoeveel sushi eet jij? We eten geen sushi. Gisteren had ik wel sushi, niet normaal. Wederom. Echt wat veel. Oh my god, met Lotta ben fan. Maar, ja. Wat was de eerste kleur verf die je in je haar deed? Jij. Heb jij nooit je haar geverfd? Jawel. Wat dan? Ik denk, roze. Oh. Wow, zo zie je dat. Mijn moeder was wel heel lief dat als ik het wilde, dan stond ze erachter. Ach, schat. Maar ik had zo'n roze pluk. Deze zeg maar 1 pluk. Hoe oud was je? Ik denk op 7. Dus het stond echt een beetje op de paal. Maar ik was onzeker. Jij zou waarschijnlijk gewoon denken, boeien. Ja. Maar ik ben er zo niet. Dus ik wilde het, maar ondertussen was ik er ook een beetje onzeker over. En toen maar ik shout-out naar jou, je hebt het nog gedaan. Ik jankte zo hard. Het zat erin. Ik dacht zo, ik wil nooit meer naar deze kappen. Het is zo lelijk. Dat is fel, fel roze. En mijn broertje had hier geblondeerd. Dat is nog erger. Dat is erger. Dat is veel erger. Veel erger. Wow, we filmen al zo lang. Leuk. Hoe lang? Waar? Zoeken. 41 minuten? Nee. 25. Mm. Nee, maar en ik had zwart haar. Mm-hmm. Niet zo donker. Ja. Anders. Mijn is ook donkerbruin hoor. Oeh.
kastanje of zo. Het is heel, het is bruin-zwart. Heb je het op? Nee. Oh. Stress in jouw ogen. Ik ging dus blond, omdat ik auditie ging doen voor K3. Ah, je bent er zo heen. Vriendin van mij ook. Echt? Ja. Ze had rood haar. Ja? Is het niet geverfd dus? Nee. Nee, ze had gewoon rood. Nee, ze heeft wel geverfd rood haar, maar ze had al rood haar. Oh, was het, mocht ze naar de audities? Volgens mij is ze wel naar de audities geweest. Ik ook. Ja. Toen niet door. Maar je moet gewoon zo klein en dun zijn, ook als K3-meisje. Dat is zo. Ja, lelijk. Dat vind ik lelijk, dat je... Want er zijn toch ook kinderen die... Ik snap het ergens, want verkoop. Ik was toen ook wel afgevallen hoor, voor de editie. Ik was helemaal blij, blond geverfd. Oh my god. Ja, maar ik vond mezelf er erg geschikt voor. Maar daardoor begon ik met YouTube. Wat leuk! Nou, mijn eerste keer dat ik mijn haar verfde was... ja, zo grappig. Wat leuk! Nou, mijn eerste keer dat ik... Ja, we moeten toch even verder gaan. Wow. Nee, mijn eerste keer dat ik mijn haar verfde was ik 16. En ik deed mee aan een modellenwedstrijd. En ik was de winnaar van Zuid-Holland. Oké, dus ik verzet het even opnieuw. Ja. Ik was 16 jaar en ik deed mee aan een modellenwedstrijd. Ja. En ik had gewonnen van Zuid-Holland. Dus ik was een soort van Miss Zuid-Holland van 2016. Oh. Zo, hallo, 2013. Hoe oud was je dan? 16. Oh. En toen... ja, dat klinkt zeker raar voor jou, want jij denkt nu, hoe oud was ik in het jaar 2013? Nee. Maar ik wist even niet of je nou een jaar zei of je leeftijd. Oh, nee. Maar ik was dus 16 jaar en toen ging ze mijn haar verven en dat was een soort van rosé-achtige kleur. Het was wel echt heel mooi. Ja, want ze hebben echt 4 uur aan mijn haar gezeten toen. En dat was een soort van het begin van altijd, Oké. Zal ik verder gaan? Ja. Oké, dus dat was een soort van het begin van... Dat ik telkens mijn haar ging verven. En nu ben ik dus op het punt dat ik het weer wil laten uitgroeien. Ja, en mijn eigen haar wil krijgen. Je wordt verslaafd aan verven, hè? Nou, het is meer, het moet. Je kan niet meer echt snel terug. Nee, je moet blijven gaan, blijven gaan. Dus dat is heel erg. Jij hebt nu je eigen haar. Ja, ik besloot gewoon om te... Nou ja, ik was gewoon te lui. Ik had mijn kapster, had zeg maar mijn haar zo blond gedaan vanaf de aanzet. Waardoor het een soort malfide is, niet mooi. Had ik op Snapchat gezet. Maar had ze gezien, was ze niet zo blij mee. Het was helemaal niet lullig, maar ik was pijnlijk. Gewoon zo verdrietig met mijn haar. Yeah. Dus ik heb zo'n spray gekocht om het weer een soort bruin te maken hier bij de aanzet. Toen zei ze, ik wil je haar nooit meer doen, maar ik vond haar wel heel goed. Dus ik is er mis met haar? Dit ziet ook. Ik heb helemaal geen niks lullig bedoeld hoor trouwens, maar nu sinds maart heb ik het dan niet meer geverfd. Ik heb toch gebeuren? Maar ik wil wel blond blijven hoor, denk ik. Ja, ik vind het wel leuk bij je staan. Ja, ik was ook zwart een beetje. Maar het werkt dus echt verslavend, hè? Ja. Behalve als je zo lang denkt, boeiend, ik laat het gewoon uitgroeien. Nu is het niet meer erg. Nee, nu maar bij mij wordt het sowieso erg. Want ik krijg jouw kleur straks. Andersom. Dat wordt helemaal raar. Ja. Dus ik ga echt het komende half jaar denk ik met petjes rondlopen. En dan knip ik het gewoon weer kort. Ja, maar in China wil ik er ook normaal uitzien, lieve schat. Ja. Ik begin daar een nieuw leven. Het is niet dat ik even op vakantie ga. Maar ga je bij je zus wonen? Ja, eerst 2 maanden en dan ga ik iets zoeken met Nathan. En dan gaan we daar weer... mee? Oh, ik ga niet. Ja, dat dacht ik. Denk al, vind ik niks voor jou om dan zo lang uit elkaar te gaan. Nee, man, dat kan ik echt niet. Nee. Na 3 dagen zit ik al aan de beademing. Wat ik vroeger ook. Toen ik nog niet samen woonde. Toen we net samen waren, ging ik gewoon huilen als hij wegging. Heel, ja, waarom zeg ik dit? Maar dat was echt. Ik was zo. Ik denk dat het is niet raar dat je het zegt, want ik denk dat heel veel mensen kunnen relaten hieraan. Gewoon van, oh, ik was alleen maar samen zijn. Ik had ook met mijn eerste vriendje dat ik echt. Als hij wegging naar huis, dan zat ik echt gewoon bij het station. Gewoon, want... Ja. Terwijl je ook gewoon een ander leven Terwijl hebt. Terwijl ik dat heel erg haat. Omdat ik ook nadat ik dat had meegemaakt met hem en dat hij dat uitgemaakt en zo. En dat was echt een heel drama waar ik eigenlijk nog een keer een story aan moet vertellen. Ja. Had ik echt zoiets van, ik wil nooit meer dat mijn geluk van iemand anders afhangt. Maar dat is het ook, denk ik. Maar je eerste relatie is dat, als je jong bent en het is je eerste relatie, is dat zo erg. Ja. Dat je alles aan één iemand vastklampt. Terwijl nu als hij weggaat, zeg ik, oh chill. Avondje voor mezelf. Doei. Ja, maar jullie wonen ook samen. Hoe lang wonen jullie samen? Nu sinds vorig jaar zomer weer helemaal. En daartussendoor was ik even apart gaan wonen en daarvoor ook al. Volgens mij al 4 jaar geleden hebben we het huurcontract getekend. Wauw. Oh my lord. Echt lang. Ik zit echt vol trouwens. Ik zou denk ik 5 minuten op hebben. Ja? Ik denk het echt. Hou op. Ik weet het niet. Hoe dan? Nou, normaal ook in de auto eet ik echt heel snel. Maar vind je het lekker? Ja. Maar niet dat, bij sushi heb ik echt gewoon... Ik wil blijven eten. Gaan. Gewoon zo'n lekker gevoel krijg ik van sushi. Je bent niet verslaafd aan je haar, werf om aan sushi, schat. Ik ben echt verslaafd aan sushi. Het maakt me zo blij. Mijn vriend zegt ook, dat is gewoon niet normaal. Als ik sushi één hapje... Over een paar maanden zien we jou in rehab. Hoi jongens. Ja.
ik ben Charlotte. Ik heb een sushi probleem. Dankjewel. Dat zegt Ruben dus. Maar ik zeg van, het is wel niet erg om verslaafd te zijn aan sushi. Het is alleen niet zo goed voor je portemonnee. Het is toch ook niet ongezond? Nee. Vind ik niet. Vind ik niet. Gewoon rijst met vis. En soms een sausje. Ja, kip vind ik ook niet ongezond. Als je het frituurvet eroverheen hebt. En trouwens. Wat dat? Aardappel. Aardappel vind ik ook niet. Oh, ik gooi ook gewoon nu alles. Maar ik laat echt te weinig op. Op ik kan het eruit zien. Openen doen. Mongol. Ik kijk helemaal niet naar hoe ik eruit zie deze video. Dus dat heb ik kans. Ik ook niet. Ik zie en echt denk. Je gaat hem online zetten, vriendin. Jij kan het niet. Heb er geen. Geen dinges meer over. Ik heb er geen mag meer over. Nou, ik heb KFC gekregen. Ik vind het goed. Maar je auto die beslaat, zorgt echt voor mooi licht. Of niet? Een soort softbox. Ja, softbox. Mijn sausje is op. Huh? Moet je mijne? Nee, dat vind ik zonde om dat voor... Nee, doen. Oké, ik bewaar dat dan, hè? Jij bent zo iemand... Nou, bewaar dat dan, wifi. Nee, hier, jij van met dit ook? Ik heb het niet gebruikt. Waarom? Ik weet het niet, ik had er geen zin in. Maar het is lekker zo'n nestje om altijd te bewaren. Het zit dicht. Je legt het zo vies bij me. Echt van, laat maar. Pas op je cola. Kuit ging bij het. Oh my god. My god. Maar hoe chill. Ik was hier echt in 20 minuten, hè. Toch ideaal. Ja, heel chill. Oh. Honey. He's alive. Wow, had ik het zo staan? Je had het echt... Zo scheef dan. Ik dacht echt zo. Deze meid die leeft echt gewoon op het randje. Dat is echt zo. She doesn't give a shit. Als Ruben dit hoort, denkt hij echt amen. We zitten vlakbij het ziekenhuis. Oh. Sanitizer. Oh, maar die wil je niet. Girl, wat zit erin? Wil je die alsjeblieft gebruiken? Nee, het is niet erg. Maar hij is van de Lidl. Ik hou van de Lidl, maar dit is verschrikkelijk spul. Het wordt zeker zo helemaal wit. Nee, het wordt helemaal plakkerig en vies. Oh, dan ga ik het niet gebruiken. Oh, jammer. Oh, jammer. Je hebt nog heel veel patat. Ik weet het. Ga je het niet eten? Ik weet het nog niet. Ik ga heel even rustig mijn colaatje drinken. Ik moet echt boeren hiervan. Ja, same. Maar deze video duurt echt een uur. Dat is leuk. Een uur over patat en kip. Weet je hoeveel reclames je er nou in kan zetten? Dat laat ik erin. Oh, ik was vroeger zo van, alle video's moeten super kort zijn en super dat iedereen het snel kan zien en geweldig en bam, 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 bam. En nu ben ik echt zo van, oké, als een video 3 kwartier is, amazing plaatsen, woehoe. Het is wel oneerlijk, want ik maak van mezelf gewoon lange video's, ik kan niet kort. Maar sommigen maken zulke mooie korte video's en dan krijgen ze geen reclame erin. Onder de 10 minuten kan je geen inkomsten. Wou ervoor. Dat wist ik dus heel lang niet. Heb je dat van Chris gehoord? Dat heb ik van Chris gehoord. Ja, ik had het en ik heb ook van Chris gehoord dat december dubbel verdienen is. Ja, dat hoorde ik ook. Dat wist van haar. Ik ook niet. Wist en dat was niet. De eerste week van december. En toen dacht ik, oké, nu gaan we er ook voor. Dus heb ik heel december. Bam, 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 bam. Zo, het heeft gewerkt. Ja? Vriendin, het heeft gewerkt. Ja? Ja. Oh, maar ik snap het niet. Want ik kijk juist heel veel mensen niet in december. Omdat zoveel video's online staan. Ja, ik kijk bijna niemand in december. Ik heb bijvoorbeeld met kerst dacht ik ga nu gewoon een video doen, want niemand plaatst. Dat vond ik aardig, zeg maar, van mijn kijkers. Er waren helemaal geen video's. Dan heb ik wel hele slechte views daardoor. Ja, want iedereen is bij familie. Ja. Maar eenzame mensen zijn dan blij. Maar ik wou dus een onderwerp aankaarten. Wat was het nou? Oh ja. Wat vind je, zeg maar, van YouTubers die van die hele serieuze video's plaatsen, waar je dan wel respect voor hebt, gewoon van dat je dit deelt. Maar dat er dan na 3 minuten een reclame komt. Oeh, dit is een lastig iets. Ik heb dan ook al zoiets van, really though. Ik bedoel dan zeg maar van die video's, van of het gaat niet goed met me, dat soort video's, of het is uit, dat soort dingen. Van, ik moet het nu aan jullie vertellen, want jullie zijn mijn kijkers. Ja. Met die reden. Ik wil het eigenlijk niet plaatsen, maar ik voel me verantwoordelijk. Dan denk ik, dan hoor je daar niet reclame tussendoor te doen, vind ik. Ik vind het niet erg als je de reclame tussendoor doet, maar... Maar dan zit je net, en ik voel me niet goed, want... En dan reclame. Ja, het is slim, want ik blijf wel kijken. Ja, maar dat vind ik... Maar het is die wel video nasty. Maak je niet om die reden. Eerlijk, ik kijk die video en ik denk, ik begrijp het. Maar het is wel gewoon min 3 op hoe lauw ik jou vind. Ja. Dat is het wel. Ja, want ik zeg eerlijk, ik vind video's maken superleuk en dit ook. Maar het is ook heel chill dat je er geld mee verdient. Oh, jij niet. Ik wel. Wat mijn video. Niet. Oh, jij. I don't mind. Oh nee, ik ben nagedacht. Wederom, ik heb KFC. Ja. Live. Oh, je moet jezelf nog even promoten. Linkje staat oh in de my god, jongens, als jullie me nog niet kennen, ik ben Lola. Lola Lotta Ros. Noem je jezelf nu wel Lola? Op YouTube noem ik me
Het ligt er altijd een beetje aan. Soms Lola, soms Lotta. Echt? Als ik uitga en ik ben dronken, noem ik mezelf altijd Lola. Ik vind Lola zo leuk. Ik vind Lola ook veel meer bij mijn kind Lola noemen. Wat cute. Ja. Maar Lotta is leuk, want ik heet Lot. En jij heet Lot. Ja. Lotta, nou ja, ik heet in het echt Lotte. Oh ja, dat maar ik heb het in 2015 heb ik besloten dat ik gewoon wil dat iedereen me Lotta. Maar niet officieel, toch? Nee, maar wil ik wel een keer doen. Maar nog even over die video's. Maar welke video? Oh ja, die video. Ja. Ja. Ik vind gewoon... Wat wou ik zeggen? Ik weet dat ik hier geld mee verdien. Dus ja, hier gooi ik wel reclames in. Tuurlijk, dat is super chill. Maar als je zegt, ik maak deze video niet... Je maakt die video niet omdat je het leuk vindt om content te maken. Je maakt het puur omdat je wil dat je kijkers weten, het is uit of het gaat slecht met me. Dat zeggen ze ook echt, ik wil het liever niet. Maar ja, ik voel me verantwoordelijk dat ik dit moet zeggen. Ja, dan... maar ik snap het wel. Ik snap het gewoon wel. Ergens snap ik het omdat ik weet, geld verdienen, oké. Maar het was niet een video die jij bedoelde in je planning. Maar alsnog. In je budget. Het boeit mij dat niet zo. Ik kan dat heel snel gewoon zo van uitzetten. Zo van, oh ja, even een reclametje. Ja? Even wachten dan. Maar ik zit dan zo in die video en dan na 3 minuten reclame. En dan weer 3 minuten later weer. Oh, maar dat kan ik niet tegen. Als echt? Ik elke 3 minuten dan denk minuten? Ik... Weet je, ik zie, het wel, in de roddel scene op Twitter of zo. Rot op. Dat vind ik dan een beetje too much of zo. Ik weet niet. Maar dan denk ik, maak je het dan nu eigenlijk alleen om geld te verdienen of zo? Dat denk ik. Zeg het dan ook. Jij of zo, jij zou het gewoon eerlijk zeggen ook, denk ik, weet je? Niet zeggen van, ik wil het eigenlijk niet vertellen nu, maar ik doe het puur voor jullie. Ik vind sowieso puur voor jullie, denk ik. Je kan heel veel gewoon... Ik voel me... Annoying. Je kan heel veel gewoon... Ja. Oh, heerlijk. Ik weet nu niet meer wat mijn zin was. Gewoon iets. Maar nee, het gaat gewoon ergens anders verder. Oh, oké. Ik weet mijn god niet meer waar ik over ging. De camera viel uit. De camera valt de hele tijd uit. Het is zo annoying. Ik had er maar 27 minuten om te filmen. Zo, ik ga... Ik zit ook wel vol, maar niet zo vol als met sushi. Maar jij hebt nog dit. Ik heb echt nog veel. Ze heeft nog al haar patat. Oké. Okay. Hier, wil je? Ja hoor. Maar eigenlijk beter niet. Nou, niet doen dan. Dan krijg je helemaal niks. Zoveel saus. Oh, hij is cloud klef. Cloud klef? Cloudy. Nee. Ja, gaan we hier dingen ingooien? Iemand had een keer een truc aan mij verteld. Dat is echt ziek. Maar als je echt niet kan stoppen met eten, gooi water over je eten, zodat je het niet meer kan eten. Dat is echt een beetje raar. Maar dan gaat het echt ver. Dan gaat het echt... Dan heb je iets. Toen dacht ik van, dit is iets verder dan wat het bij mij is. Ik hoop ook echt niet dat het geval is. Dat is heel heftig. Mm-hmm. Ik denk van, als ik echt vol zit of echt niet meer kan, dan ga ik gewoon stoppen. Nou, ik... Ik ken het wel hoor, want ik heb het ook. Omdat het zo ik lekker heb als is. Tiener at ik heel weinig. En dat was niet omdat ik dacht dat ik dik was, maar het was gewoon omdat ik nooit iets at. Maar jij was vroeger wel voller, of niet? Nee, ik was. Nou, als ik jouw video's kijk, is jouw gezicht nu zo dunner? Ja, maar ik was eerst voller. Maar echt daarvoor, als tiener echt, daar was ik was heel dun. Echt ingedeukt gezicht dun. Niet gezond dun. Maar niet expres? Niet expres, maar ik at gewoon. Maar het kwam ook door de medicatie. En ik denk ergens dat het misschien Ritalin. Wel... Ja. Geen en het was ook een gevalletje van... omdat ik die Ritalin had, at ik niks. Maar ik had ook in mijn hoofd zo van... Ik vind het niet erg om dun te zijn, dus ik ga er ook niet aan werken of zo. Ja. Dus ik at heel weinig. Ik at wel heel ongezond. Maar hoe vaak nam je het? Want tijdens Ritalin kan je bijna niet eten, hè? Ik nam elke dag iets van 64 milligram. Dus dat is echt heel veel. Dat is veel. Dat is heel want veel. Want na de Ritalin krijg ik altijd super veel honger. Nou, er was nooit een moment dat ik niet onder de... medicatie zat. Ik neem het alleen als ik moet leren. Ja, ik had het altijd. Altijd. Als ik het niet deed, dan ging het echt niet goed met me. Maar dus toen was ik... Waar hadden we het nou over? Oh ja, en toen heb ik op een gegeven moment ben ik gestopt met dat... die medicatie. En toen begon ik weer een soort van te leren hoe je gewoon moet eten. Alleen op een gegeven moment... Ja, want als je gewend bent om nooit iets te eten... Dan is het heel moeilijk om dat om te slaan in heel veel eten. Ja. En nu ben ik langzaam op het punt gekomen dat ik gewoon echt... Heel erg veel eet. Ja. En blijf eten. Maar je wordt niet dik. Nee, maar ik denk wel dat het een keer backfired op me. Ja? En van, lichamelijk ben ik niet heel gezond hoor. Denk ik. Nee? Ik denk dat als ik mijn eerste kind heb gekregen, dat ik gewoon helemaal uitzak. Ja? I don't know. Ik ben echt, ik hou wel te veel van eten. Het is eigenlijk niet goed. Maar van dit hou ik helemaal niet zo erg. Dit vind ik gewoon lekker. Dit is gewoon lekker een keertje. Maar je wordt ook niet heel gelukkig nee, van. Nee, echt van pasta's. Daar word ik helemaal... Ja. Van toetjes en van lekker volle dingen. Dat soort...
I love that. Ik hou je, maar bedoel je vol van romig en zo? Dat heb ik nee, niet. Gewoon niet vol van romig, maar ook vol van romig. Maar ook gewoon dat het lekker echt iets... Nee, helemaal niet. Maar dat het echt iets is. Jeetje, snap je? Dit vind ik echt een beetje... Eigenlijk... Jij gaat helemaal dood. Ja, ik ben alleen maar aan het boeren, joh. Ik ga vast. Oh, yeah. I love how careless we deze hele video zijn. We don't care dat daar een camera staat. Nee, ik let er niet eens op. Nee, absoluut niet. Nee, daarom is er ook een kans dat het echt verschrikkelijk gaat zijn. Maar daarom vind ik het soms wel jammer dat in verband met mijn baan... dat ik niet zomaar alles maar gewoon kan zeggen wat ik wil. Niet dat ik een ander mens ben. Maar wil je voor altijd juf blijven? Wel met kinderen werken, sowieso. Dan heb je dat denk ik altijd wel een beetje. Ja, maar ik voel me niet anders hoor. Ik snap heel goed wat je bedoelt, want je bent jezelf. Ja. Net zoals waar we het net over hebben. Je bent jezelf, mm-hmm. maar je bent wel een toned-down versie van precies, jezelf. Precies, terwijl waarschijnlijk heel veel mensen ook op toned-down zitten. Terwijl ze ook anders zijn. Maar je laat het gewoon niet zo zien, omdat sommige mensen dat raar vinden. Hoor. Ik denk dat alle... Ik denk dat alle onderwijzers in gewoon overal sowieso een toned-down versie van zichzelf zijn. Kan niet anders. Wat ik wel raar vind, dan kom je heel veel leerkrachten wel in de kroeg helemaal dronken tegen. Dat kan wel, maar dat is ook op internet. Ik heb één keer gehad. Ik zat op het Grafisch Lyceum en dat soort van kunst. Het is heel koud. MBO-school in Rotterdam, kunst. Grafisch Lyceum. Oh, leuk. Dus alle leraren waren altijd... Leek altijd alsof alle leraren gewoon stoned waren. Het was gewoon altijd craziness op school. En op een gegeven moment, ik was in zo'n lesbian bar met al mijn lesbian vriendinnen. En op een gegeven moment, ik had al echt schandalig staan zoenen met een vriendin van me. En het was chaos en alles. En op een gegeven moment, ik loop zo over die dansvloer. En opeens, ik sta recht voor een lerares. Waarvan niemand weet dat ze lesbian is. Of bi of zo. Of wat dan ook. Niemand maar om eerlijk te zijn, op het grafisch... Niemand boeit het. Nee. Dus wij stonden echt zo naar elkaar en ik zo... En zij zo... Echt? En we liepen echt zo langs elkaar. Was ze jong ook? Maar ik denk 40 of zo. Echt? Ja. Oh. En toen later kwamen we elkaar tegen op school en het was echt dit. Ja. Oh, dat is wel mooi. Van, we praten er niet. What happens in Vegas? Mm. Ja, maar ik heb ook wel eens leraren gehad van basisschool en dan... Ouders die zeiden, het was leuk hè, de kroeg dit weekend of zo. En dan weten zij het van elkaar wel, maar het staat niet op internet. Want ja. Ja, true. Het is lastig. Mijn haar zit heel plat. Ik heb helemaal geen haar meer. Gaan we hem afsluiten? Jij hebt echt heel veel al. Ik denk het. Ik heb heel veel. Maar willen we nog een toetje? Nee. Ik ga denk overgeven. Bij de gedachte nu aan ijs word ik echt misselijk. En ik wil de verwarming ook aan gaan doen. Zo, alsjeblieft. In de radio aan. We gaan even lekker... Oké, nu vast. Oh, ga je nu al de radio aanzetten terwijl de camera nog aan staat? Ja, even een radiootje. Maar ik weet niet hoe dat moet bij deze auto. What the hell? Is het niet jouw? Jawel. Oh nee, dit moet dus niet. SRC. Radio. Wat is dit? Lion King. 30 seconden maar, 30 seconden. Elke 15 seconden, ja. 15? Nee, 30. 15, 30. Hoor. 100%. Ik wil het 29 seconden. I mean it. Ging dat echt in je hoofd? Ja. I'm sorry. Moeten we nog even een thumbnailtje maken met KFC-tas? Ik denk dat die andere leuker was dan een KFC-tas. Ja? Die we al hadden met die... Met die kip. So amazing. The thing that I can mention. Oh, na, na, na. 5 fingers on it. 5 fingers. Hit it like a money. I'ma hit it like a money. Yo, jij gaat zingen. Shush, baby. Trouwens, je moet hem even afsluiten. Ja, want anders wordt het veel te veel. Want hij is nu echt al een 3. Oh, oké. Okay. Oké, jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet, we zijn wel heel anders, onze kanaal. We zijn heel anders. We zijn wel allebei sprankelende persoonlijkheden. Als je nog niet geabonneerd bent op... Hij is te wit. Ik ben te wit. Als je nog niet geabonneerd bent op Charlotte, doe dat dan heel erg snel. Ja. En Ja, jij moet deze video wel even promoten. Gezellig, doen we. Leuk. Oké, dus vergeet niet even naar het kanaal te kijken, want ik denk dat het... Nee, je bent wel wat... Nee, wat boeiend. Oké. Doe even je duimpje omhoog, vergeet te abonneren. Doei! Nee.